Dan nu de andere kant van de zaak, de Grote Vaderlandse Oorlog. Zij heeft daar ook al enorm veel over gezegd en in het bijzonder wel over de gruwelen die daar door de Duitsers zijn bedreven. En vervolgens van aan de andere kant ook deels zijn bedreven. Dat moeten we natuurlijk even bijzeggen. Ik wou daarover niet zeggen, omdat u dat gehoord heeft. Ik wou mij beperken tot strategische overwegingen. En eigenlijk de redenen uit de doeken doen waarom uiteindelijk de Duitsers die oorlog verloren hebben. Waarbij we en passant ook de vraag kunnen stellen, hadden ze die oorlog kunnen winnen? En daarvoor moeten we toch eerst een klein beetje terug in de tijd. Om het begin van de Tweede Wereldoorlog even te belichten. Want die Tweede Wereldoorlog begint, zoals u weet, uiterst voorspoedig voor de Duitsers. Veel voorspoediger overigens dan ze zelf gedacht hadden. En dat komt eigenlijk omdat de erfvijand Frankrijk, die ze in 1418 niet hebben kunnen verslaan, dat ze die in feite in 3 weken onder de voet lopen. Wat overigens vooral het resultaat was van de Franse incompetentie. En nog interessanter natuurlijk, want u heeft altijd gelezen dat de Duitse Weermacht volledig ingesteld was op Blitzkrieg, maar dat is helemaal niet waar. Die Blitzkrieg in Noord-Frankrijk, wat wel daadwerkelijk een Blitzkrieg was, was grotendeels het gevolg van de insubordinatie van de panzergeneraals. Ze schoten zo lekker op dat ze dachten, nou laten we dat maar blijven opschieten en dan doen we net of de berichten uit Berlijn of we die niet gehoord hebben. Zo is het ongeveer gegaan. En tenslotte heeft Hitler eigenlijk min of meer in paniek geraakt. Heeft Hitler die opmars stilgezet, wat de Engelsen de gelegenheid gegeven heeft om hun expeditionary force van de Duinkerkse stranden te halen en terug te halen. Maar als Boudirians de zin had gekregen, dan was ook de expeditionary force, die zou gevangen zijn genomen en Engeland zou in feite geen bruikbaar leger op dat moment hebben overgehouden. Nou ja, u weet, Hitler heeft in het voorjaar en de vroege zomer van 40 eigenlijk heel West-Europa vrij makkelijk veroverd. We hoeven niet te verwijzen naar Nederland in dit verband, of België, of Denemarken, Noorwegen, ietsje meer moeite gekost, maar dat lag ook deels aan Engelse aanwezigheid daar. En daarmee was natuurlijk in zekere zin de helft van de oorlog was gegeven. De enige vijand die zich natuurlijk niet had overgegeven was Engeland. We kunnen er rustig van uitgaan dat als Engeland gewoon vast had gezeten aan het Europese continent, dat ook Engeland gesneuveld zou zijn. En u ziet daar toch een van de grote voordelen van het eiland zijn. De Duitsers hebben toen voorbereidingen getroffen om Engeland te veroveren. Ze zijn onder de Rijnaker gevorderd en ze hadden allerlei fantastische plannen, zeeleeuwen geheten. Maar of het open commando van de Weermacht ooit in die flauwekul geloofd heeft, dat is zeer dubieus. Waarschijnlijk niet. De plannen zijn wel gemaakt, maar het was een lastige operatie. Wat primair noodzakelijk was voor die operatie, was superioriteit in de lucht boven Zuidwest-Engeland, waar de landingen eventueel zouden moeten plaatsvinden. Ik moet er nog bij zeggen dat de Duitsers niet beschikten over enige amfibische ervaring. En de Duitsers beschikten ook niet over speciale landingsschepen van welke aard dan ook, klein of groot. Waarschijnlijk hadden ze die Rijnaker gewoon op het strand moeten zetten of zo. En ze waren dan zeer kwetsbaar geweest. En de Battle of Britain maakte duidelijk na enige maanden dat de Duitsers en de Engelsen aan elkaar gewaagd waren. Het was een beetje noem je dat bij schaak ook weer? Padstelling. Padstelling, juist. Ik kon er even niet opkomen. Padstelling. Je zou kunnen zeggen, was dat dan... De padstelling was in feite een enorme Engelse overwinning. De Duitsers hebben toen ook besloten om op te houden met die directe confrontaties tussen de verschillende jagers. En ze zijn Engeland vanuit de lucht en bij nacht gaan bombarderen. Dat heeft enorme hoeveelheid slachtoffers veroorzaakt, maar de strategische betekenis van dergelijke bombardementen is, zo is na de Tweede Wereldoorlog gebleken, uiterst beperkt. Dus Hitler zat nu met Engeland. Wat moest hij aan Engeland doen? Zijn idee was, die Engelsen die zijn eventueel wel bereid om bakzeil te halen. Wat overigens niet zou hebben betekend misschien dat hij Engeland zou hebben bezet, maar hij zou dan wel tot een even overeenkomst zijn gekomen. Hitler begreep heel goed dat je Engeland kon bezetten, maar dat je dan het British Empire zou verliezen aan de Amerikanen en de Japanners.
Dus het ging hem niet direct om bezetting, het ging hem eigenlijk om een zodanige overeenkomst te bereiken dat hij van die Engelsen verder geen last zou hebben en in Europa en in het Euro-Aziatische continent zijn gang zou kunnen gaan. Hoe kon hij dat bewerkstelligen? U heeft waarschijnlijk gezien op die panelen, als u heeft gelezen er straks bij de rondleiding, dat Hitler in de zomer van 40 zou hebben besloten om Rusland aan te vallen. Ik kan u onthullen, dat is niet waar. Hitler heeft pas in december 40 besloten om Rusland aan te vallen. En het leek hem dat hij daarvoor eigenlijk in gunstige omstandigheden verkeerde. Hij sprak zelf, ja, die aanval op Rusland en het verslaan van de Sovjet-Unie, dat was een zandkastenspiel, aldus Hitler. Een kinderspel in feite, dat zou zo geklaard zijn. U heeft ook dat citaatje uit dat dagboek van Goebbels gelezen, 4 maanden. Dat was zo'n beetje de tijd. 9 weken, daar werd in het Westen van uitgegaan dat het de Duitsers 9 weken zou zijn. Hoe kwam dat? Dat kwam omdat de reputatie van het Rode Leger die lag volledig aan scherven omhoog. En aan de andere kant natuurlijk had de Weermacht ondertussen een reputatie opgebouwd van totale onoverwinnelijkheid. Want u moet niet vergeten hoe enorm de impact was van de Franse nederlaag in 1940. Die was gigantisch. Ik heb Amerikaanse kranten gelezen daarover. Nou, die dachten echt, de nieuwe leider van de wereld, dat is Nazi-Duitsland. Want tegen Nazi-Duitsland is niets en niemand bestand. Als ze in 3 weken Frankrijk kunnen verslaan, waar zullen ze dan niet toe in staat zijn? Het schijnt dat Stalin, toen hij hoorde dat Frankrijk gecapituleerd had, dat hij wit is weggetrokken en het zwijgen ertoe gedaan heeft. Want hij wist natuurlijk heel goed dat hem uiteindelijk dat lot ook te wachten stond. Al wist hij niet op welk moment dat zou gaan gebeuren. Dus ook in het Westen was de verwachting dat de Sovjet-Unie het niet langer dan 9 weken zou volhouden tegen die superieure, onoverwinnelijke Weermacht. Nou ja, dat leidt dan uiteindelijk tot Hitlers besluit om Rusland aan te vallen. U zult zeggen, als je dat dan toch besloten hebt, zou het niet handiger zijn om bijvoorbeeld al in mei aan zo'n operatie te beginnen. U weet, het was pas eind juni. Dat komt eigenlijk omdat de Sovjet-Unie, en het is interessant om dat te weten, tot begin juni 1 grote modderpoel was. U moet zich ook, we rijden hier over een fijne weg. In Nederland hebben we nog fijnere wegen. U moet zich wel voorstellen dat de Sovjet-Unie een infrastructuur had waar het middeleeuwse Nederland nog gunstig bij zou zijn afgestoken. Dat stelde werkelijk helemaal niets voor. Dat zou later ook een enorme belemmering zijn bij het Duitse opereren in de Sovjet-Unie als dat thema begon. Nu zijn we ondertussen gearriveerd, dus in juni 1941. En Duitsland valt de Sovjet-Unie aan. Wat er vervolgens gebeurd is, een enkele maanden achter elkaar is ronduit dramatisch. De Russen hebben zo ongelooflijk stom gespeeld, en ik zal u zo uitleggen hoe ze dat gedaan hebben, dat ze bijna hebben verloren van de Duitse Weermacht. Het heeft werkelijk geen reet gescheeld of Moskou was in handen gevallen van de Duitse Weermacht. Of dat overigens het eind van de Sovjet-Unie zou hebben betekend, daar kunnen we ook nog over twisten later in onze strategische beschouwing. Wat was er gebeurd? U herinnert zich het Molotov-Ribbentrop-pact, wat dateerde van augustus 1939 voor de hele wereld en ook voor vele communisten een ongekende schok. Hoe was het mogelijk dat het arbeidersparadijs met die boevenstaat een overeenkomst had gesloten? Laat ik u eerlijk zeggen, als ik Stalin was geweest onder vergelijkbare omstandigheden, dan had ik dat ook gedaan. Want daarmee kocht je in feite tijd, je kocht uitstel. Stalin was niet naïef, maar hij dacht, ik heb een aantal jaar respijt voordat deze superieure oorlogsmachine zich tegen de Sovjet-Unie zal richten. En vervolgens heeft Stalin eigenlijk alles fout gedaan wat je fout kon doen. Door het Molotov-Ribbentrop-pact veranderden de westgrenzen van de Sovjet-Unie. En alle verdedigingswerken die liepen langs de oude grens van de Sovjet-Unie. En Stalin heeft besloten langs de nieuwe grens van de Sovjet-Unie heel nieuwe verdedigingswerken te bouwen. Maar u voelt het al wel aankomen, die waren in juni 1941 helemaal niet klaar. Die waren deels niet voorzien van geschut, die waren deels niet voorzien van zelfs minimale voorzieningen. En vervolgens heeft hij een tweede kapitale fout gemaakt.
Hij heeft namelijk zijn hoofdeenheden en ook veel panzereenheden die ze wel hadden, die heeft hij vlak achter de grens opgesteld. Had hij nou de hele Franse casus bestudeerd, dan zou hij dat allemaal niet gedaan hebben. Want waar de Weermacht echt ongelooflijk goed in was, dat was in wat de Amerikanen zo treffend noemen shock and awe. Dat we zeggen met een enorme vuurkracht op hele specifieke punten in een hoog, zeer hoog tempo opereren. En laten we wel wezen, daar moeten we niet moeilijk over doen. De Duitse legerleiding was de beste legerleiding uit de Tweede Wereldoorlog. De rest kon niet tippen aan in feite het denkwerk van de Duitse legerleiding. Dat het uiteindelijk totaal fout is gegaan, danken we meer aan de ideologische preoccupaties van de NSDAP en natuurlijk van de krankzinnige leider van dat gezelschap, Adolf Hitler, dan in principe aan de Duitse legerleiding, zij het dat hij natuurlijk braaf heeft meegewerkt toen dat moest gebeuren. Dus als de Weermacht aanvalt in juni 1941, breken ze eigenlijk in een enorm tempo, zeer begrijpelijk door die zeer defecte verdediging heen, waardoor al die de Russische eenheden die langs die grens waren opgesteld, al heel snel het slachtoffer worden van wat in het Duits betreffend heet Keil und Kessel gevaren. De Keil is niet waar de razendsnelle aanval van panzereenheden van de Weermacht. En dan vervolgens waaieren ze uit en nemen ze alles wat ze gepasseerd hebben, nemen ze gevangen. Zo zijn er in dat eerste jaar, laten we zeggen wat rijk tot zo'n beetje voor Moskou, miljoenen Russische soldaten door de Weermacht gevangen genomen. Die ze vervolgens in feite allemaal hebben laten verhongeren of anderszins vermoord hebben. De aanval van de Duitsers liep over drie assen. Eén naar het noorden, één in het midden, één naar het zuiden. De Duitse Weermacht was daartegen. Die zei, we moeten in één as aanvallen, regelrecht, in één klap door naar Moskou. Maar Hitler was daartegen. Want Hitler zei, luister eens even, waarom? Ten eerste is het een zandkast, een spiel. Die Russen kunnen niks, dat is algemeen bekend. Dat zijn notoire prutsers, communisten en joden, dus dat zal niks worden. Wij moeten in feite grondgebied veroveren, levensraam veroveren. Wij hebben nodig voedselvoorraden, wij hebben nodig mineralen en die hebben we nodig om die grote oorlog die ik wens te voeren, om die te kunnen blijven voeren. En zo zijn uiteindelijk, is de Weermacht uiteindelijk over drie assen aangevallen. In die eerste weken ging het zo fantastisch goed dat eigenlijk het Duitse overcommando en natuurlijk ook Adolf Hitler dacht, eind juli dachten ze, we hebben gewonnen. We hebben de grootste slag aller tijden hebben we gewonnen. Het is klaar. Het is alleen een kwestie nog een beetje van mopping up operations en dan is het gebeurd. Sterker nog, ze hebben de standaard oorlogsproductie hebben ze stilgezet. En Duitsland is zich qua oorlogsproductie gaan voorbereiden op het bouwen van een enorme vloot en luchtmacht om later eventueel Engeland en de Verenigde Staten aan te pakken. En dat bleek een uiterst voorbarige conclusie. Dat leidde er ook toe dat van die centrale as panzerdivisies werden losgemaakt die naar het noorden en naar het zuiden werden gestuurd. Dus eigenlijk werd de aanval over de centrale as met tijdelijk stilgezet. Pas in september, eind augustus, september werd die aanval op Moskou hervat. Toen werden de Duitsers in eerste instantie getroffen door regenval. En ik zei u al, de infrastructuur van de Sovjet-Unie was zodanig dat regenval in feite dramatische gevolgen had. U leeft waarschijnlijk in de wonderbaarlijke veronderstelling die veel mensen hebben, dat tanks overal doorheen kunnen jassen zonder aan enige beperking onderhevig te zijn. Dat is onzin. De meeste tanks worden naar het slagveld aangevoerd op opleggers of door middel van railtransport. Pas op het slagveld gaan ze met die rupsen aan de slag en daarbij overigens treden ook vaak enorme hoeveelheden gebreken op. Dus in feite staat het Duitse leger enige tijd stil. Wanneer komt het Duitse leger pas weer in beweging? Als die hele moddertroep gaat bevriezen in november 1941, als afgevoerd in een speciale trein, heeft Stalin gezegd, ik blijf. Wat er ook gebeurt, ik blijf. Om de paniek te dempen. Ondertussen
waren in het Rode Leger al die incompetente generaals die die narigheid van 41 hadden veroorzaakt, waren eruit gelazerd. En een hele reeks van nieuwe generaals was aangetreden, onder wie Zhukov. Zhukov was in allerlei opzichten de grote overwinnaar aan het Oostfront. Als Stalin zich er tegenaan bemoeide, ging er van alles en nog wat mis. En je ziet dat ook bij Churchill. Politieke leiders die zich bezighouden met oorlogvoering, dat moet je helemaal niet hebben. Want ze hebben meestal de meest krankzinnige ideeën en hebben niet de flauwste zoeken wat het betekent om te vechten. Daarvoor heb je een opleiding nodig en ik beveel iedereen aan om het Nederlandse handboek soldaat te bestuderen. Dan ziet u bijvoorbeeld ook direct op televisie dat die lui daar in het Midden-Oosten totaal niet vechten kunnen. Dat dat een zootje is. Het is maar goed dat ze daar geen Duitse legerleiding hebben, want wie weet hoe zou het aflopen. Zhukov die heeft die aanval van de Wehrmacht op Moskou laten komen. En ondertussen heeft hij eenheden opgebouwd ten noorden en ten zuiden. En achter Moskou die hadden ze gehaald uit Azië. Omdat ze er ondertussen achter waren gekomen dat de Japanners waarschijnlijk de Sovjet-Unie niet zouden aanvallen. Maar een aanvalsroute zouden kiezen naar het zuidoosten richting Nederlands-Indië. Vanwege cruciale grondstof in de Tweede Wereldoorlog, namelijk olie. En dat was een van de allerzwakste punten van de asmogendheden. De asmogendheden hadden geen olie. Daarom hebben de Duitsers ook Roemenië veroverd. En Ploesti, daar moest die olie vandaan komen. De Duitsers hebben ook een prachtig proces op gang gebracht. Benzine om dat, laten we zeggen, kunstmatig uit steenkool te vervaardigen. Maar ze hadden eigenlijk altijd enorme tekorten. In het laatste driekwart jaar van de Tweede Wereldoorlog vochten de Duitsers met reserves die ze hadden opgebouwd in de jaren daarvoor. Op het moment suprême, dat is merkwaardig genoeg Sinterklaasavond 1941, zal er zeker verband zijn, maar ik zie nog niet precies wat, zijn die Russen massaal in de aanval gegaan. Ondertussen was het winter geworden en omdat de Duitsers hadden gedacht dat ze lang voor de winter al lang zouden hebben gewonnen, denkt u maar weer aan het zandkastenspiel. Niet waar, waren ze totaal niet voorbereid op een winteroorlog. Ik bedoel, als je stond te pissen, bevroren pis, voor die op de grond was, bij wijze van spreken. Ze hadden geen antivries in hun vrachtauto's, het was een drama. Daar kwam het op neer. En in relatief korte tijd werd in feite de Wehrmacht zo'n 250, 275 kilometer teruggeslagen naar het westen. Dat kwam deels omdat het terrein zeer ongeschikt was voor de opbouw van defensieve posities. Daarmee was in feite het idee dat de Sovjet-Unie in één campagne kon worden uitgeschakeld, dat was mislukt, dat was prijsgegeven. Hitler zegt ook ergens al in november, geloof ik, ja, dat hele Blitzkrieg-idee, dat is eigenlijk maar fantasie, daar heb ik zelf ook nooit aan geloofd en dat kwam omdat het in dit geval in feite was mislukt. Nu moeten we even nader een studie maken van begin december 41. Want nu waren er twee dingen gebeurd begin december 41. Op Sinterklaasavond was Zhukov in de aanval gegaan en die aanval was werkelijk onverwacht succesvol. Vervolgens was Stalin meteen in euforische toestand geraakt. Die had allerlei andere dingen opgedragen, die zijn toen mislukt. Nogmaals, Stalin kon zich er beter niet mee bemoeien. Maar twee dagen later, het was een zondag, het was die Sinterklaas viel op een vrijdag. Twee dagen later, 7 december, zondag 7 december 41, vielen de Japanners Pearl Harbor aan. En Hitler was in alles van. Hij was zo ontzettend blij dat de Japanners dat hadden gedaan. Hij danste bij bijkans rond en hij zei, we hebben de oorlog toch gewonnen. Want hij dacht, de Verenigde Staten zal daar blijvend door worden afgeleid. En dat betekent dat wij van de Verenigde Staten en hun eventuele productietechnische mogelijkheden geen last zullen hebben. En het interessante is dat op precies hetzelfde moment Churchill zei, dan hebben we de oorlog toch gewonnen. Want Churchill begreep wel dat Amerika zich ook met de oorlog in Europa bezig zou gaan houden. En als u er even over nadenkt, ziet u eigenlijk direct dat Engeland een soort reusachtig vastliggend vliegdekschip is voor de kust van Europa, te gebruiken
door het Amerikaanse leger en de Amerikaanse luchtmacht. Dus in een tijdsverloop van 2 dagen was in feite de strategische situatie in de Tweede Wereldoorlog fundamenteel veranderd. En u zult denken, nou, die Duitsers waren allemaal gek en ideologisch niet helemaal goed bij hun hoofd. Maar dat viel nogal mee. Want zowel Fritz Toth, nu hoorde ik van Willem dat je top moet zeggen, dat vind ik gek, maar dan denk ik aan een Franse intellectueel, want dat zal wel niet kloppen. Ik heb altijd Fritz Toth gezegd, vooral natuurlijk omdat het zo lollig klinkt in dit verband. Dus ik hou het maar verder op Fritz Toth. Ja, we hadden bovendien hadden wij thuis een kachel van de organisatie Toth. Dat was een bunkerkachel, een Duitse bunkerkachel hadden wij thuis. Dat is de beste kachel die wij ooit gehad hebben. Zonder dat we hem weg hebben gedaan. Ik heb begrepen dat die ondertussen hebben die kachels grote antiquarische waarde gekregen. Als Duitse bunkerkachels. Er stond ook zo'n leuk driehoekje op. Nou ja, organisatie Toth. En Fritz Toth die verscheen in dat vooruitgeschoven hoofdkwartier van Hitler in Rusland. Vanwege de campagne in die Wolfschanzen. En Fritz Toth zei, Führer, u moet er rekening mee houden. U kunt de oorlog niet meer winnen. Dat is wat anders, let op, dat is wat anders, u zult hem gaan verliezen. Dat is nog niet gezegd, maar hij zei, u kunt hem niet meer winnen. Want de productiemogelijkheden van Duitsland, ook inclusief het reeds veroverde gebied, zijn niet van een zodanige aard dat u kunt winnen. Dat schijnt ook Jodl tegen Hitler te hebben gezegd. Ook Hitler heeft zich er kennelijk weinig van aangetrokken en is... Nou, in toenemende mate, als u die film heeft gezien over die bunker en zo, dan weet u dat hij eigenlijk in toenemende mate in een wonderlijke fantasiewereld leefde die niets meer met de werkelijkheid van doen had. We schakelen nu terug. Ik zal straks proberen te beantwoorden de vraag, hadden ze op een bepaald moment eventueel wel kunnen winnen? Maar we schakelen nu terug naar het Oostfront, want daar heeft zich een... hele merkwaardige ontwikkeling voorgedaan. We hebben al gezien dat het Rode Leger ondertussen veel beter werd geleid. En nu komen we aan een wonder, wat ik voor het eerst heb gelezen bij Richard Overy. Ik kan u dat boek warm aanbevelen. Why the Allies Won heet dat boek. En Overy geeft reeksen van fantastische cijfers. Hij heeft ook nog een apart boek geschreven over de Russische oorlogsproductie, want daar moeten we het nu over hebben. Ik zal u één klein praktisch voorbeeld geven. In de enorme chaos van het Oostfront in 1941 hebben de Russen praktisch hun hele oorlogsindustrie overgebracht naar gebieden achter de Oeral, zodat ze in principe weer na enige tijd door konden werken. In Kharkov was de grootste tankfabriek van de Sovjet-Unie, uitgerust overigens met Amerikaanse productieapparatuur die ze in de jaren 30 hadden gekocht. Die hele fabriek in Kharkov, die is in toto via die oorlogssituatie ver achter het front gebouwd en 10 weken na de afbraak van de fabriek in Kharkov werden weer achter de Oeral Russische tanks geproduceerd. U begrijpt wel dat een groot deel van de productieve gebieden van de Sovjet-Unie in Duitse handen was geraakt, maar terwijl de staalproductie van de Sovjet-Unie tot een derde werd gereduceerd vanwege de Duitse bezetting, is het grote wonder van de Russische oorlogsindustrie dat ze in 1942 Nazi-Duitsland volledig weggeproduceerd hebben. In 1942, ik rond het allemaal een tikkeltje af, bouwden de Duitsers met een 3-maal zo grote staalproductie 9000 tanks. De Russen met een derde van de staalproductie bouwden 22.000 tanks. Oostfront was de Weermacht gedwongen 2 totaal nieuwe tanktypes te bouwen, de Tiger en de Panther. Zoals gewoonlijk bij Duitsers waren dat de beste tanks van de oorlog, maar het waren er te weinig en ze waren veel te ingewikkeld en ze moesten ter reparatie terug naar Duitsland. Als een T-34 de geest gaf, lieten ze hem gewoon bestaan, want ze produceerden die dingen in zulke enorme aantallen dat helemaal geen probleem was. Dus we zien eigenlijk dat Duitsland in 1942 onvoldoende gemobiliseerd was voor optimale oorlogsproductie. En dat leidt tot een hele wonderlijke situatie in de Tweede Wereldoorlog, dat de optimale
oorlogsproductie van Nazi-Duitsland die werd bereikt in september 1944. En ik zal u zo uitleggen dat de oorlog toen al anderhalf jaar verloren was. Dus de Duitse oorlogsproductie bereikt zijn hoogtepunt op het moment dat de oorlog al ruimschoots verloren is. Wat leren wij daaruit? Daar leren wij uit dat bij het begin van de Tweede Wereldoorlog de oorlogsproductie in Duitsland helemaal niet zo was als die had moeten zijn. En dat komt allemaal natuurlijk uiteindelijk, is dat veroorzaakt door de ingrijpende onderschatting van Hitler van zijn potentiële tegenstanders. Dat is de reden dat ze verloren hebben, dat ze die oorlog verloren hebben. Dan zijn we nu gearriveerd in het jaar 1942 en de Weermacht is in 1942 al zo verzwakt dat zij niet in staat is, het is gelijk hij trouwens, dat hij niet in staat is om over de hele lengte van het Oostfront aan te vallen. Vandaar dat de Weermacht aanvalt in 1942 in de zuidelijke sector van het front. Waarom was dat weer? Vanwege de olie en de grondstoffen in, zeg maar, daar rond Grozny. Ongeveer, dat komt u nog wel bekend voor, Grozny. U weet wel zo'n beetje waar dat is. En tegelijkertijd waren ze van plan om Stalingrad in te nemen, want daar kun je aan zien hoe ongelooflijk kinderachtig die dictators waren. Hitler vond het een ontzettend wollig ideetje om Stalingrad in te nemen. Dat zou Stalin vernederen. En Stalin vond het weer een verschrikkelijk idee dat Stalingrad zou worden ingenomen. Dus dat moest aan l'outrance moest dat verdedigd worden. Strategisch, nuttig ja of nee, dat vroegen de heren zich in feite niet af. Ik weet dat Stalingrad tegenwoordig Volgograd heet, dus van dat probleem zijn we misschien voorlopig af, dat zou kunnen. De vorderingen van de Weermacht in de zomer van 1942 waren enorm. Weer werden honderden kilometers terrein veroverd. Dat kwam vooral, dat is daar een beetje een steppenlandschap. Nou, dat is tip-top geschikt voor tanks. He, woestijnen en steppenlandschappen, dat is het mooiste wat een tank kan hebben. Een tank is in feite in een stad of in een bos praktisch onbruikbaar. Maar daar zal ik u verder niet mee vervelen. En tenslotte raakten de Duitsers geobsedeerd door Stalingrad. En ze zijn in Stalingrad op 10 meter afstand van de Wolga gekomen. Maar ondertussen had Zhukov eigenlijk weer dezelfde val voorbereid als bij Moskou. In die zin kun je zeggen, waren de Duitsers toch wel vrij stom dat ze dat voor de tweede keer hebben laten gebeuren. We zullen zo zien dat ze zelfs nog voor een derde keer hebben laten gebeuren. En tenslotte in het midden van de winter van 1942 valt Zhukov aan. En die flanklegers van de Duitsers, dat waren Hongaren en Roemenen. En ik wil verder helemaal geen laatdunkende opmerkingen maken, maar die lui konden totaal niet vechten. Dat stelde eigenlijk niet veel voor. Misschien moet ik u nog erbij zeggen dat Duitse soldaten totaal niet onder de indruk waren van Engelse en Amerikaanse soldaten. Maar vaak nogal bang waren voor de soldaten van het Rode Leger. Omdat die eigenlijk vochten tot de dood erop volgden, om het maar even zo te noemen. Terwijl de Engelsen en Amerikanen, verstandige westerse lui natuurlijk, toch vaak in de achterhoofd hadden van het zou wel lollig zijn als we niet hoefden te sneuvelen. En dan vecht je toch weer heel anders dan wanneer je denkt het kan maar in zak schelen dat het vandaag afgelopen zou kunnen zijn. Hoogmaat. Dat leidt tot een dramatische situatie, want binnen enkele weken is Paulus, niet von Paulus, maar Paulus, hij was niet van adel, met zijn hele zesde leger is omsingeld. Eigenlijk de eerste echte zichtbare kapitale nederlaag van de Weermacht. De Göring zegt meteen, er is niets aan de hand, want ik kan met de Luftwaffe, kan ik die lui van het zesde leger, die kan ik gemakkelijk bevoorraden. U weet ondertussen dat alles wat Göring zei, dat daarvan helemaal nooit een hout geklopt heeft. En dit klopte dus ook helemaal niet. En dat zesde leger raakte in toenemende mate in problemen. En Paulus zegt van laat mij nou een uitbraak proberen. Von Manstein komt opdraven. Hij misschien wel de meest briljante Duitse generaal. Die zegt dat kan ik nog wel, ik kan het proberen, maar Hitler die had al lang gezegd, nee, wij mogen nooit een meter terugtrekken, we blijven vechten tot het eind erop volgen. En de pogingen van Von Manstein om het zesde leger te ontzetten, die mislukken. Nou, dan zitten we ondertussen in het begin van 1943.
Ondertussen moet u zich wel realiseren dat de Duitse Weermacht aan enorme slijtage onderhevig is. Grote hoeveelheden materieel en mensen heeft verloren. Met een enorm probleem zat van tekort aan manschappen. Van overal en her en der werden manschappen tevoorschijn gehaald die vaak niet getraind waren zoals het hoorde in het Duitse leger. En dan komt in 1943, in de vroege zomer van 1943, komt Koersk. Waarom heet dat Koersk? Er was aan het oostfront een wonderlijke uitstulping. Een soort van uitstulping door het Rode Leger bezet. En nu hadden de Duitsers het wonderbaarlijke, maar vrij stomzinnige idee, als we nou de boven- en de onderkant van die uitstulping eens zouden aanvallen. Want dan kunnen we in feite het Rode Leger een misschien gemakkelijke nederlaag toebrengen. Nou, ze hebben materiaal gespaard en zij vallen die uitstulping aan de boven- en de onderkant aan. Maar wat wil het geval? Zhukov had dat voorzien. En die had in feite die uitstulping maximaal versterkt. Ik zal u niet vervelen met de details, maar het was echt vaak een 6- of 7-lagige verdedigingsorganisatie. En de Duitsers hebben zich op die uitstulping bij Koersk doodgelopen. Binnen een week liep eigenlijk die Duitse panzeraanval, die liep dood op die uitstulping. En tijdens die Duitse aanval heeft de grootste tankslag uit de menselijke geschiedenis plaatsgevonden, waarbij zo'n 1000 tanks van de Duitsers aan de ene kant en de Russen aan de andere kant elkaar te lijf zijn gegaan. Naar het schijnt onder een dramatische onweershemel. Dus ja, je bent haast dat je denkt van was ik daar maar bij geweest. Maar ja, dat is natuurlijk flauwekul, dat begrijp ik ook wel. En beide partijen hebben daar enorme hoeveelheden materieel verloren. Maar de hele slag om Koersk of om die uitstulping, want daar gaat het eigenlijk om, was een kapitale nederlaag voor de Duitsers. En dat is eigenlijk het beslissende keerpunt in de oorlog. Je kunt ook zeggen, ja, zijn er niet ondertussen al erg veel keerpunten geweest? Wel een beetje ja, want we hebben nu een keerpunt in december 1941 en we hebben een keerpunt bij Stalingrad en nu hebben we weer een keerpunt bij Koersk. Dus wat is nou eigenlijk het echte keerpunt? Vanaf Koersk heeft de Duitse Weermacht, afgezien van wat tactisch spel, nooit meer een offensief uitgevoerd en is de Duitse Weermacht langzaam teruggedrongen naar Berlijn, waar we nu ondertussen al een heleboel over gehoord hebben. Maar ik heb u die getallen al gegeven. Er stonden meer dan 250.000 divisies aan het oostfront en er stonden maar 50.000 divisies aan het westelijke front. Er was zelfs een divisie in Normandië die nog helemaal niet zo slecht gevochten heeft. Die bestond volledig uit Duitse maagleiders. Ja, waarom ze die allemaal bij elkaar hebben gezet, weet ik niet. Maar die bestond uit maagleiders. Maar die deed het nog bij Omaha Beach nog niet eens zo verschrikkelijk slecht toen ze achter die duinen zaten. Het is het Rode Leger wat uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog heeft beslist. Wat de Engelsen en de Amerikanen hebben gedaan en ook deels de Polen in West-Europa, dat is heel belangrijk en heel nuttig. En het is fijn dat we door die lui bevrijd zijn, dat begrijpt u ook wel. Denk wat het betekent om door de Russen bevrijd te worden, dat was geen lolletje. Je raakt onmiddellijk van de regen in de drup. Maar de beslissing in die oorlog is aan het oostfront gevallen, zonder enige twijfel. Het blijft eigenlijk vrij raadselachtig dat de Duitsers doorgevochten hebben. Ook toen eigenlijk iedereen aan zijn water wel wist dat die oorlog een volstrekt verloren zaak was. Nu de vragen, daarvoor gaan we even terug. Hadden ze kunnen winnen? Dat was natuurlijk, als u goed geluisterd hebt, was er een moment van overwinning mogelijk geweest. In ieder geval van een enorme versterking van de Duitse strategische positie. Als ze dus niet hadden gedaan wat Hitler wilde, maar als ze regelrecht doorgereden waren naar Moskou. En als ze erin geslaagd zouden zijn om Moskou in te nemen. Ik weet niet of u straks op die kaart hebt gekeken, dan ziet u dat er achter Moskou nog een heel groot stuk Sovjet-Unie was. En de Sovjet-Unie had al grote industriële potenties opgebouwd in en achter de Oeral. Dus het is maar de vraag of, maar het zou de strategische positie enorm versterkt hebben. En dan zou het misschien veel moeilijker zijn geweest om
Misschien was Stalin dan bereid geweest om een deal met Hitler te maken, want er zijn allemaal kwesties geweest of dat niet een keertje zou gebeuren. U begrijpt dat de Russen het aanvankelijk ook vrij somber inzagen, dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Zelf denk ik eigenlijk dat de beste kans voor Hitler is geweest, en dan gaat u dadelijk direct begrijpen waarom die kans niet gebruikt is, om in de zomer van 40, dus nog voordat hij zich uit die Sovjet-Unie had gewaagd, waar hij zich feitelijk totaal op verkeken heeft, had Hitler moeten zeggen: jongens, ik heb zo'n fijn huis laten bouwen in Berchtesgaden. Ik heb meer bereikt dan enige Duitse staatsman ooit voor mij. Ik heb heel West-Europa veroverd. Ik heb de erfvijand vernederd. Die Russen die doen het in hun broek van de angst voor mij. Ik stop ermee. En ik kijk wat er onderhandelingstechnisch is te bereiken. En dan is het maar zeer de vraag of de Sovjet-Unie eigener beweging daar iets aan gedaan zou hebben. Of dat de Amerikanen eigener beweging zouden zijn gaan optreden als dat. Nou ja, als het in feite alleen. En als Engeland natuurlijk vrij was gebleven, dat was het geval geweest. Ik denk dat dat. Als ik Hitler was geweest, dat begrijpt u. En ik heb globaal ongeveer dezelfde levensgewoontes als Adolf Hitler. Ik wandel ook graag bergafwaarts. Ik ben met roken opgehouden, maar ik heb niks met honden, dat moet er nog bij gezegd worden. Maar ik ga altijd heel laat naar bed. En dat deed Hitler ook. En dan zit ik een groot deel van de dag, die breng ik door met wezenloos gelul. En dan sta ik de volgende dag sta ik heel laat op. Als u ooit de film The Longest Day heeft gezien, dan weet u dat Kurt Jürgens daar voortdurend roept: Der Führer schläft! Der Führer schläft! Ja, want hij mocht niet wakker gemaakt worden toen de landing had plaatsgevonden op zichzelf van cool. Dus ja, maar u begrijpt nu ook, en ik geloof dat we er zijn, dus dan kan ik het. Het is ongelooflijk zo precies als dit uitkomt. U begrijpt ook waarom dat niet gebeurd is. En dat komt omdat Hitler geloofde aan zijn eigen ideologische rimram over levensruim en over een groot Duits Rijk en dat de hele wereld anders georganiseerd moest worden. Hij dacht in een soort van wereldhistorische strategie die Duitsland helemaal niet aankon. Want hoe lastig Duitsland ook geweest is in de 20e eeuw, Duitsland is nog steeds en was ook toen een mogendheid van, hoe gek het ook klinkt, de tweede rang. Althans in relatie tot continentale staten als de toenmalige Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Dus uiteindelijk is Hitler en dat regime het slachtoffer geworden van zijn eigen ideologische misvatting. Daar kunt u veel uit leren. Dank u wel. Ik heb een belangrijke rol gespeeld in het leven. Kunnen wij Duitsers ook grappen maken? En nu blijkt bij Volkswagen dat ze dat wel degelijk kunnen. Daar gaan we ook heen met een hele moderne communicatiebunkers. Also Ingenieure des Heeresbauwesens, die vom Festungsbau kommen, kriegen 6 Monate Zeit, eine neue Architektur zu errichten. Sie würfeln alles aus Jahrhunderten Festungsbauwesen in einen Eimer und dann wird gequirlt. Und am Ende kommt ein Objekt raus mit dem modernsten, was man kennt. Die Verbindung eines Bürogebäudes, bei den Militärs sagt man Stabsdienstgebäude, mit einem Bunker. Die oberen 3 Etagen, die wir sehen, ist ein Schutzobjekt für den Bunker, was gleichzeitig als Büro genutzt wird. Und da unten in der Mausefalle. Damit ich aus dieser Mausefalle wieder rauskomme, genau unter mir auf 9 Meter Tiefe, ein 10 Meter langer Stichgang und unter ihren Füßen auf 9 Meter Tiefe fängt ein 600 Meter langer Gang an. Also wie so ein Stadionlaufbahn, 400 Meter hat die, hier sind 600 und dann kann man aus jedem Haus nach Möglichkeit aussteigen, was noch steht. Angriffs- oder Überfallplan Barbarossa aus. Also den Angriffsplan auf die Sowjetunion für das deutsche Heer, der entsteht in diesem Haus. Der dritte Name, der hier drin gesessen hat, ab 1. April 1942, war der Chef dieses Nachrichtendienstes, Fremde Heere Ost, und der hieß Oberst Gehlen, zum Kriegsende Generalmajor Gehlen. Vor allem ja gesagt, die kam auch nie wieder zurück. Es gibt also hier große Probleme, dass die Generalität sich verringert. Und der Generalquartiermeister Wagner hat Angst vor Verhaftung,
geht in den Wald, Pistole an die Schläfe, erschießt sich. Seine direkten Unterstellten werden verhaftet und nun weiß man für 3 Monate nicht mehr, wo der Nachschub ist, wo er hinkommt und anderes. General Guderian übernimmt hier hinten im Haus A6 den Posten des Generalstabschefs. Er löst Zeitzler ab. Und Guderian schreibt selber in seiner Biografie, ich brauchte 3 bis 4 Monate, um den Nachschub zu organisieren. Das hängt explizit mit Zossen, mit diesem Haus da drüben, Generalquartiermeister, zusammen und mit dem Stauffenberg-Attentat. Echt een bunker. Ja. Ik heb nog een opleiding gehad bij de B. Ja, dankjewel. Je moet ook weer omhoog lopen. Francisco. Ja. Dus daar staat geen 2 meter op zitten. Oeh. Mantel, damit man sie, wenn sie aus dem Bunker rausgehen, das sind ja Geheimnisse, die raustelefoniert werden, nicht abgehört werden können. Nach dem Stauffenberg-Attentat hat man hier 2 bis 3 Tage zum größten Teil Glückwunsch-Telegramme an den Führer geschrieben. Wer hat diese Telegramme versandt? Die adligen Offiziere und Generäle. Der Adel hatte Angst, Stauffenberg, von, ja, ne, ja, dass ihnen alles weggenommen wird. Und deswegen, je länger der Adelstitel, umso länger das Glückwunsch-Telegramm. Das kurze Teil vom L, da waren wir am Anfang, hat 3 Etagen. Und in diesem kurzen Teil vom L sitzt Hector, das Heerestransportwesen. Das lange Teil vom L, in dem wir hier sind, dort sitzt Ottokar Hermann, das Oberkommando des deutschen Heeres, mit Telegrafie und Telefonie hier unten in dem Bereich. Das sind 200 Meter, 14 Meter tief. Da müssen wir hin. Wir sind jetzt ungefähr 1,6 Kilometer gelaufen mit ein paar Treppen. Das heißt, ein paar Kilokalorien haben wir verbrannt und die nächste Praline oder der Kaffee oder das Sahnetörtchen ist frei. Ja.